Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 4 maart. En over 2 dagen ben ik jarig. Ik heb er super veel zin in deze week. Überhaupt, want ik ga allemaal leuke dingen doen. Deze week wordt wel weer in 2 gesplitst. Dus maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in 1 vlog. En vrijdag, zaterdag, zondag in 1 vlog. Dus daar kunnen jullie naar uit gaan kijken. Het is nu, even kijken, 11 uur. Ik ga zo meteen lekker douchen. En omkleden en alles doen. En dan neem ik jullie gewoon weer vandaag mee. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ik neem jullie gewoon weer gezellig met me mee. Mam, wat zit er in het sapje? Je bent de allerliefste. Oké, inmiddels zijn we alweer een paar uur verder. En de vlog staat inmiddels online. Ik had wat struggles met de wifi, zeg maar. Dus hij is een keer niet om 2 uur online gekomen, maar om 3:15. Dus niet zo heel erg een ramp, denk ik. Ja, wat ik jullie wil laten zien is van het weekend zijn familie geweest en zo. En ik heb wat leuke kaartjes gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben over 2 dagen jarig, maar als je deze vlog ziet ben ik al jarig geweest. En dan ben ik nu 22. Maar ik ga jullie even de kaartjes laten zien. Deze heb ik gekregen van mijn tante. Superleuk met hooray, it's your birthday. Vervolgens heb ik deze gekregen. Party animal van mijn papa heb ik gekregen. En deze heb ik gekregen van Vincent en mijn tante. Superleuk. Ik heb trouwens net ook, dat ga ik vaker doen, ga ik Insta-stories posten. Ik deel het al, zeg maar. Maar ik bedoel met previews van de vlog. Dat vind ik wel leuk. Dus die heb ik net leuk op jullie gebonkt. Volg me nog niet op Instagram. Dan zal nu in beeld de username staan. Of anders in de beschrijving. En nu ga ik even een dutje doen. Want ik heb vannacht maar 3 uur geslapen. En ik ben echt kapot. Dus yes, ik zie jullie later. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En het is nu, om maar lief te zijn, 12:53. Ik heb om 1 uur afgesproken met Ian in de stad, dus ik ga zo meteen fietsen. Ondertussen ben ik ook met leuke Lois aan het bellen. Oh. Yay, like always, every night of the week. Ik ga zo meteen weg. Ik heb dit aan, deze trui met You're Welcome, bitch. Broek H&M, trui H&M, schoenen van Vans. Ik ga even mijn fanny pack pakken. Ik heb jullie even neergezet. Oh mijn god, er loopt hier een vrouw hard. En it's not so me. Not me, gewoon. Oeh. Nou, ik wil mijn hand op die shotboek leggen. En ik steek gewoon zo die vinger bijna in mijn neus. Lekker. Dus ik ga mijn fanny pack pakken. En dan neem ik jullie mee de stad in. Ik ben met Ian trouwens. Hey. En we gaan nu even naar de Kruidvat, want we gaan nu zo'n cheesy verjaardagsfoto maken. Ik ben morgen namelijk 22, dus ik wil zo'n foto maken. En hier is het een beetje druk. Dus hier ga ik die foto niet maken, maar het is wel lekker binger. Ian, heb jij nog wat te melden in de vlog? Nee, dus we gaan nu naar de Kruidvat. En dan zie ik je zo weer. Zo ziet Ian er dus uit als we een foto hebben gemaakt. We hebben net een foto gemaakt hier. Voor mijn birthday morgen. En Ian, wat vond je ervan? Geweldig. En ben je mijn spullen nu zat? Nee, ik neem ze mee. Oh nee. Doei. Shopping till you make it. Nee, natuurlijk. Nou? Shopping till you make it. Nou, gaan we nu heen. Logisch. Een foto van mij maken. Oh ja, dat gingen we doen. Hey, alvast voor 22. Heel mooi, Ian. Als hij hier wat strakker was, dan had hij nog... Leuven! Nee, doe het maar. Kijk, hoe staat hij? Heel leuk. Wacht, welke maat is dit? XXXL. Niet. Jongens, ik krijg flashbacks. Daar
daar ben ik gestopt. En Lois en Danilo zijn nog helemaal naar boven gegaan hier. Heel eng. En nu gaan we lekker in. We gaan lekker naar huis. Yay, lopen. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig met Ian vandaag in de stad. Ik heb ook lekker gegeten net. Ik heb dat helemaal niet gefilmd, maar het was aardappels met kipfilet en spersiebonen. Super lekker. En nu is het tijd om mijn kamer op te gaan ruimen. Hey, ik heb jullie nog helemaal iets jullie laten zien. Ines en ik hebben vandaag bij de Lucard, die jullie kunt al zien, dit super leuke kettingtje gekocht. En dit is een letter. Jee. Oh, jee. En Ines heeft de letter I. En dit is een soort van best friend ketting. En nu ga ik lekker in het hele lekkere bed ploffen. Maar dat doe ik niet zonder verveling. Want ik heb namelijk wat nog wat video's te goed van het YouTube kanaal Clara Lucia. Dat is deze YouTuber. Die is nu dagelijks gaan vloggen. En I love her vlogs. Want ze woont zeg maar in New York. En ik dacht, nou weet je, dan ga ik gewoon lekker kijken. En ik ben over ongeveer 42 minuten jarig. Dus. En dan ga ik ook. Ik had vandaag een hele leuke fotoshoot met Ian voor Instagram. Dus dat. Ik ga lekker Claire Lucia kijken. Want ik heb 1, 2, 3. Nog 3 vlogs niet gekeken. Van 2 dagen geleden moet ik nog kijken. Van 1 gisteren moet ik nog kijken. En van vandaag moet ik nog kijken. Dus ik ga lekker kijken. Ik zie jullie zo. Ik wil een fucking cavia. Wacht, laat me even dit ding afzetten. Nou, de laatste 10 minuten zijn dus ingegaan. Ik heb net lekker de vlogs gekeken van Claire. Superleuk. En nu ben ik hem van Nienke aan het kijken. En chillings. En dus dat. En ik kwam echt tot een besef dat je steeds ouder wordt of zo. Je minder gaat geven om je verjaardag. Maar I love my birthday. I love my birthday. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag 6 maart. And it's my birthday today. Ik werd wakker met super veel comments onder mijn foto op Instagram. Heel veel appjes, heel veel snapjes, heel veel dingetjes. Super lief. Dus daar wil ik jullie alvast hartstikke voor bedanken. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga zo meteen eerst verjaardags ontbijten met Kiara. We hebben om 10:00 afgesproken. Het is nu 9:50. En dit is de status. Ik lig nog in bed. En ik moet over ongeveer 10 minuten de deur uit. Dus dat gaat weer helemaal volgens planning vandaag. En dan daarna ga ik taart halen. Daarna komt mijn opa. Gezellig. En daarna gaan we met de hele familie. Nou niet met de hele familie, maar het hele gezin. Gaan we uit eten. Bij Pavarotti. Dus daar heb ik super veel zin in. Dit is dan mijn outfit of the day geworden van vandaag. Ik heb als eerste dit hele leuke kettingje om. Van Lucardi. Deze trui van de H&M. En die zit super lekker. Hij is lekker warm. En hij heeft ook zeg maar een colletje. Dus ik weet niet of ik hem nou helemaal dicht moet doen. Of niet. Maar dan zie je niet meer mijn mooie kettingje. Broek H&M. Schoenen Vans. En dan neem ik mijn fanny pack mee, mobieltje mee, koptelefoon gaat mee. Ik loop in de stad. Ik ben met Kiara. Regent. Zij is Kiara. Hi mensen. En we gingen net een half uur wachten bij de ABN AMRO. En nu gaan we lekker eten. Lopen we zo of zo? En nu gaan we lekker eten bij de HEMA. Because it's my birthday. And breakfast and yes, good job. En ik loop met een koptelefoon. En het regent!
Dit weer trouwens had ik niet besteld. Ik heb het verkeerde gekregen. Ik had zon besteld. Dus dat. Dus nu gaan we lekker eten. Bij de Hema. Birthday breakfast met taart. Haha, lekker. Kaasbootje. En wel ijsthee. Kiara heeft een lekkere tompoes. Pacho. En het ongezondste wat ze ooit kan halen. Een Red Bull. Yeah. Kiara zwaait aan de vlog. Ja, zoals jullie kunnen zien heb ik me zojuist omgekleed. Ik had een witte trui, nu heb ik een ander outfit aan. Helemaal top. Deze jas, dit spijkerjasje, komt van de Bershka. Deze cool dingetje komt van H&M. Dan heb ik best wel een overdreven outfit aan die niemand bij mij vindt te passen, denk ik. Maar ik vind het grappig en ik dacht, nou, experimenteren. Legerbroek. Legerbroek en dan mijn fans. De broeken van de H&M en schoenen van Fresh Cotton. En dan gaat hierover ook nog mijn bridal tas. Het was super lekker. We hebben zelfs nog pizza's meegenomen. En die chocoladepizza die jullie konden zien in een paar shots geleden, heb ik niet helemaal op kunnen krijgen. Dus ik heb hem meegenomen voor als ik thuis nog honger had. Wat ik nu ga doen. Ik ga eerst lekker mijn pyjama aantrekken. Want ik heb het. Deze broek zit zo strak. Het is zo'n mooie broek. Maar hij zit zo strak bij mijn buik. Dus ik moet even een pyjama aan doen. Lekker de chill kleding aantrekken. Like... korte broek, sweater en in dit bedsplan. Hey! Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 8 maart. En vrijdag wordt normaal niet in deze vlog. Maar omdat ik gisteren een dagje heb overgeslagen, dacht ik, nou, compensatie van je weet wel. Wat ik vandaag ga doen, is ik ga zo meteen eerst even de vlog monteren die jullie nu zien, alvast voor een deel. Dan ga ik mijn kamer opruimen, benedenverdieping opruimen, zoeterij, want morgen, dat zien jullie in de vlog die donderdag online komt, mijn verjaardag. En ik ga vanavond gezellig eten met Ian. En misschien gaan we bowlen, maar dat weten we nog niet 100% zeker. En dan gaat Jumeirah ook mee en Cindy gaat dan ook gezellig mee. Dat wordt helemaal top. Dus ik ga nu lekker editen, lekker van mijn vrijdag beginnen, genieten, zeg maar. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later en het is nu ongeveer 7:10. Ik ga er zo meteen vandoor. Ik heb namelijk afgesproken met Jumeirah om haar eventjes op te gaan halen en dan gaan we naar het sushi restaurant. En dan gaan we vanavond met z'n viertjes gezellig bowlen. Daar heb ik super veel zin in. Dus wat ik aan heb, deze trui met al play... Oh, no work, Los Angeles, I don't know, van de H&M, broek H&M. En fans gaan eronder, maar die moet ik nog aantrekken. Inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig met Jumeirah, Ian en Cindy. Ik moet jullie wel bekennen. Ik kan bowlen weer toevoegen aan het lijstje.
dingen die Jamie niet kan. Oh my god, ik ben zo slecht in bowlen. I can't. Ik heb het niet laten zien in de vlog, maar op een gegeven moment als de camera uitstond, dan gooide ik letterlijk 1, 2, 3 pionnetjes of heel veel de bal in die gaasjes. Klinkt heel verkeerd. But okay. We hebben een superleuke dag gehad. Ik wil jullie echt bedanken voor het kijken. Want ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Voor deze vlog nou leuk. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken. Want dan ben jij als eerst lid van de Jamie family. En dan zie ik jullie donderdag weer in een nieuwe vloggie. Nou, tjallas. Doei doei.